Voorzitter, we praten vandaag over de aanpassing van de Mediawet 2008. We hebben zelfs een heuse novelle gekregen. Dat maken we niet elke dag mee. De heer Jasper van Dijk ging al even terug in de tijd. Maar ik kan het me niet heugen dat we dat hier in de Mediacommissie gehad hebben. Leuk om weer mee te maken. Ja, de heer Al-Yassini stipte een belangrijk punt aan. Namelijk de invloed van buiten op de media. En daar wil ik een aantal dingen van zeggen. Want het is een beetje een donkere tijd waarin we zitten, de periode Rijksman bij de NPO. Deze mevrouw heeft de NPO in korte tijd omgevormd naar het evenbeeld van haar partij. Iemand die op het Mediapark werkt en aangeeft PVV'er te zijn, kan beter meteen ontslag nemen, want die heeft geen enkele toekomst daar. De intolerantie regeert en dat staat haaks op de Mediawet, voorzitter. Ja, u heeft een interruptie van mevrouw Van der Zoren. Ja, geen interruptie, voorzitter. Een punt van orde. Ik vind het altijd vrij ongemakkelijk, en dat spreek ik hier maar even uit, om een persoonlijke aanval te richten op iemand die zich niet kan verdedigen in dit debat. En de persoon over wie de heer Bosma het heeft, is hier niet aanwezig en kan zich in die hoedanigheid ook niet verdedigen. Dus dat is een punt van orde. Ik zou de heer Bosma willen vragen daarvan af te zien. Voorzitter. Ja, met uw permissie. Woord, ja. Ja, nou, ik heb het ook niet. Ik had het over een periode. Het is gewoon een periode die er is. Ja, zo noem je dat. Het is gewoon. Dat is ook niet noodzakelijkerwijs een persoon dan, maar er is gewoon een tijdperk en dat markeer ik. Voorzitter, ook op het gebied van wat dan genoemd wordt de diversiteit. Gaat het toch ernstig de verkeerde kant op. De NPO kende al een allochtonenteller. Die telt het aantal allochtonen die op het scherm verschijnt. Die kun je blijkbaar herkennen. Er is wat Pauw net noemde de neger omdat het moet, oftewel het verplicht tonen van niet-blanken. En er is de verplichting dat niet-blanken vooral op een positieve manier, dat heet dan niet problematisch, vermeld moeten worden. Dat lijkt mij propaganda. Maar goed, dat wisten we allemaal. Onlangs konden we zien hoe zeer de rassenwaan zich heeft ingevreten in het Mediapark. Geen Stijl, het laatste stukje onafhankelijke journalistiek van Nederland, kwam met schreeuwend schokkend nieuws. Er blijkt een pervers systeem opgetuigd te zijn bij de NOS. Als je minder blanken in je berichtgeving verwerkt, maak je kans op een prijs, een bokaal. Er is daarnaast zelfs een compleet digitaal systeem opgetuigd van niet-blanken, de DiviBase, een rassenlijst. Iemand heeft bijvoorbeeld de Indiase diversiteit. Die moet dan blijkbaar met voorkeur op de televisie. Liever geen blanken. Toen de Belastingdienst mensen markeerde op nationaliteit, schreeuwde men moord en brand. Maar als de NPO het doet, is het allemaal prima. Als je een allochtoon scoort, maak je kans op een trofee. In een interne mail van de hoofdredacteur van het NOS Journaal lezen we, ik citeer, om een vrouw te vinden met een migratieachtergrond die ook leuk en vlot spreekt, is dat knap, einde citaat. Hey, een allochtoon die kan praten. Als je hem vindt, krijg je spiegeltjes en kraaltjes. Hoe neerbuigend. De hoofdredacteur van het Parool vindt het allemaal prima en noemt dit goed bedoeld racisme. Een nieuw hoofdstuk in het linkse denken. Vrijdag werd de schedelmeetbokaal nog stoer getweet door de NOS. Kijk, zo ziet hij eruit. De dag erna werd hij schielijk ingetrokken. Niet omdat de NOS snapt dat het zichzelf onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt. Nee, omdat er ophef was. Ze willen het niet, dus doen we het maar niet. Bokaal of niet, de rassenwaan zit inmiddels diep in de haarvaten van de organisatie. Als je Zwarte Piet belastert, doe je het daar goed. Als je een mierzoete slijmreportage maakt over een moskee, scoor je. Diversiteit betekent het goed praten van de islamitische apartheid. Vrouwen zitten apart omdat er even geen ruimte voor ze is aan tafel, werd ons gisteren uitgelegd. De NOS gebruikt een racistische term voor blanken, namelijk witten. Een reportage is tegenwoordig niet af zonder een lesbische Marokkaan erin. De DiviBase is levender dan ooit. Het nieuws van alle kanten, maar liever niet van blanken. Diversiteit betekent dat negatief nieuws over allochtonen het NOS-journaal niet of nauwelijks haalt. Misdaden door asielzoekers of allochtonen, ramadan terreur, overlast van AZC's, islamitische terreur. Het verdwijnt geruisloos in het vergeetboek. Het Nederlandse volk mag het liever niet weten. De secte weet het beter. Uit een interne mailwisseling blijkt dat men donders goed doorheeft dat ons volk niet moet hebben van het diversiteitsgedram. De hoofdredacteur zegt, dat is geen reden om af te zien van iets dat voor ons werkt en betekenis heeft. Het racisme heeft dus betekenis voor het NOS Journaal. Mijn god, hoe losgezongen van de samenleving ben je dan? Hoe wil je je eigen geloofwaardigheid zo te grabbel gooien? Het meest schokkende vind ik nog, voorzitter, en dat zeg ik ook als oud-werknemer van het NOS-journaal, dat al die zogenaamde kritische journalisten op de redacties hier slaafs in meegaan. Ze tekenen bij het kruisje. Misschien bang voor een hachie of de hypotheek. Ze aanvaarden de identity politics en zitten de hele dag virtueel op schoot bij Sylvana Simons.
Houden ze bij de NPO dan zoveel van de zogenaamde diversiteit? Nee, want anders zouden ze wel tussen gaan wonen. Lekker hun kinderen naar een zwarte school, maar dat doen ze niet, geen wonder. Het is deugen voor de bühne. Ze zijn vooral bezig met het demonstreren van hun eigen goedheid om zo hun lidmaatschap van de groep te bevestigen. Ze maken normaal wat niet normaal is. Het begint bij een bordje op het Mediapark. Ze leggen 75 jaar na de bevrijding lijsten aan met mensen op grond van een ras en gaan daarbij generaties terug. Vroeger waren we burgers, individuen. Dat hadden we te danken aan de katholieke kerk en de verlichting. Nu hebben de mensen die daar de baas zijn ons gereduceerd tot representanten van een groep. We zijn onze huidskleur geworden. Voorzitter, ik ben vernoemd naar de bekende Amerikaanse negerleider dominee Martin Luther King Jr., die ooit een fameuze reden hield, I have a dream, waarin hij zei te dromen van de dag dat mensen niet meer beoordeeld zouden worden op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter. Ik stel vast dat op het Mediapark, voorzitter, men volop bezig is om mensen te beoordelen op hun huidskleur. De droom van dominee King wordt elke dag vertrapt op een Mediapark. Daar beoordelen ze mensen op hun huidskleur. Racisten die zeggen dat ze het goed bedoelen. Lieden die beter zijn dan ons volk. Die hebben zich uitverkoren ons op te voeden. Lieden die wij moeten financieren met ons belastinggeld. Vraag aan de minister. 1. Hoe verhoudt zich de rassenwaan van de NOS tot de grondwet, in het bijzonder artikel 1? En tot de mediawet, in het bijzonder artikel 2.1.2? Vraag aan de minister. Waarom doet de autoriteit persoonsgegevens niet? De voorzitter daarvan is Aleid Wolfsen, een voormalig PvdA-kamerlid. En hij moet toezicht uitoefenen, onder andere op een ander PvdA-kamerlid, Martijn van Dam, oud-lid van deze commissie, die de nummer 2 is van de NPO. Verklaart dat dan waarom de autoriteit persoonsgegevens niet in actie komt? Is de minister bereid om ervoor te zorgen dat de autoriteit wel in actie komt, en is hij bereid om deze divi-base aanhangig te maken bij de autoriteit persoonsgegevens? Dank u wel, voorzitter.